En ik ga fotograferen met de XH1. Ik weet niet waarom, maar dat is zo de enige camera van Fujifilm waarbij dat het model niet op de body zelf staat. Jullie weten waarschijnlijk wel van voren. Maar kijk hoe mooi het licht. Nee, dat kunnen niet zien op de camera waarschijnlijk. Vanuit vorige video's weten jullie waarschijnlijk wel dat ik zo'n haat-liefdeverhouding heb met de XH1. Ik vind dat een super handige camera omwille van dat extra scherm. En ook die plus dat extra scherm, ze hebben daar zo een van die grote draaiknoppen moeten voor laten vallen. Maar ze hebben gelukkig wel de belichtingscompensatieknop laten vallen. En dat is de knop die ik het minste gebruik. En dat is vervangen door dat knopje, dat dan meer zoals bij... wacht even, ik denk ik ga die kant op. Dat meer gelijk bij Nikon en Canon bijvoorbeeld. Dat je dat induwt terwijl je aan een wieltje draait om je compensatie in te stellen. Maar als het maar dat is dat ik kwijt ben van draaiknoppen, is dat... sowieso een dikke plus met de 23mm f1.4. En een van mijn grootste problemen daarmee is die ontspanner. Hè. Van de XH1 dat die zo het verschil tussen half ingedrukt en volledig ingedrukt is heel moeilijk voelbaar bij die camera. Door dat type ontspanner. Maar de oplossing is eigenlijk makkelijker dan dat je zou denken. Ik denk dat ik hier op een voetpad ben. Ja. Aha. Ja, ik denk dat hier een steegje is. We zien dat. Maar de oplossing is eigenlijk makkelijker dan dat ik zou denken, want... back button focus, één woord. Nee, dat zijn meerdere woorden waarschijnlijk, maar... Dus back button focus. Je hebt zelf bij Fujifilm, misschien hebben ze dat voorzien ook, om die reden. Die AF on knop, kunnen we dat zien? Die knop is volgens mij zelf standaard al de... heeft volgens mij al standaard die focusfunctie, dus daarmee dat is eigenlijk een backbutton focusknop. Dus dan hoef je die knop alleen nog maar als ontspanner te gebruiken en kun je het focussen doen met die AF on knop. En het goede, ik ga het proberen zo laten zien, hè. Maar ja, die een duizend van seconden was voor als ik daar richting de zon fotografeerde. Maar als ik meer die kant op fotografeer of die kant op fotografeer, dan zit ik bij een 500ste, 250ste zelf beter af. Maar eigenlijk wat ik wil laten zien. Ik ga even ondertussen ook oversteken. Op het zebrapad. Is hoe perfect dat die controls in de hand liggen. Dus hoe perfect dat uitgedacht is van Fujifilm. Dus je hebt hier uw ontspanner en dan uw duim. Daarmee kunt u uw sluiter aanpassen. Terwijl hij de camera in de greep hebt. Dan natuurlijk ja, je lensdiafragma zit op de lens. Dan kun je eventueel ook hier bedienen. Als je dat ook met dezelfde hand wilt doen. En dan kun je deze bijvoorbeeld ook voor de sluiter gebruiken. Maar ik vind zelf dit makkelijker werken. Plus dat je dan hier die AF knop hebt waar ik van sprak. En je kunt ook in de menu de functies van die knoppen allemaal aanpassen als je dat anders wilt gebruiken. Nu heb ik hier een punt gevonden dat nog wel mooi op foto terecht komt, maar het passeert met niemand. Ik ga even wachten. Want ja, volgens mij is straatfotografie ook wel veel toffe punten zoeken en dan even wachten. Hè. Ja, het is net niet veel volk.